Tanja Nagel en Harm-Jan de Kluiver zijn de leden van het Boardroom Panel, de Zweedse streamingdienst Viaplay, in Nederland vooral bekend van de uitzendingen rondom de Formule 1, is deze week behoorlijk uit de bocht gevlogen. Niet alleen stelt het bedrijf zijn verwachtingen voor dit jaar en de langere termijn naar beneden bij, de topman nam op dezelfde dag ontslag. Is er hier iemand die afgelopen zondag Max Verstappen live naar zijn 40ste Grand Prix zegen zag racen? Nee, sorry. Nou, of het zou jammer of het zou, ja, allemaal, jij zou moeten zijn. Allemaal, maar, we zijn maar, allemaal medeschuldig. Heeft Viaplay zich eigenlijk vergaloppeerd? Is dat de korte samenvatting? Ja, dat lijkt de korte samenvatting te zijn. Het is allemaal tegengevallen. Nou ja, dat kan gebeuren. Het is nogal fors tegengevallen. Kan ook gebeuren. En de topman heeft natuurlijk niet het vertrouwen meer. Dus die heeft de consequenties aanvaard. Of is door de toezichthouders weggestuurd. Ja, dat staat niet in het persbericht. Dat wordt door elkaar gebruikt. Maar je zegt, ja, kan gebeuren. Tanja, het is wel zo dat Viaplay die rechten van onder andere de Formule 1 pas wist te bemachtigen na een serieuze biedingenstrijd. Ziggo was ook uitermate succesvol met Max Verstappen. Want ja, wereldkampioen, Nederland keek ernaar. Trok zich terug. Is dat dan toch niet een veeg teken als zij zeggen, ja, maar dit kunnen wij niet meer terugverdienen, hier houdt het voor ons op, en Viaplay gaat er nog eens dwars overheen? Ja, wat ze zelf aangeven is dat het enorm is tegengevallen, het aantal abonnees wat ze dachten aan te kunnen trekken. Dat er ook andere verhoudingen economisch zijn, waardoor het lastiger is om die resultaten die ze zichzelf voor gespiegeld had te bereiken. En er is eigenlijk maar één ding, de kostenbesparingen die de CEO opgelegd had gekregen, en die was niet in staat om dat te bereiken. Dus er waren twee dingen die ze genoemd hebben waar ze eigenlijk zelf geen invloed op hadden. En dat derde, ja, of je kan zeggen, ja, ze hadden meer marketing moeten plegen voor die extra abonnees. Maar ik denk dat je ook gewoon moet constateren, ze hadden zichzelf in de markt gezet als het Europese alternatief voor Netflix. Ja, Nordic Noir, hè? Je kunt daar ook drama kijken. Ja, drama. Nou, en daar zijn we denk ik best fan van, als ik voor mezelf spreek. Niet voor die Formule 1. Maar het is kennelijk iets te groot en meeslepend geweest waar ze zichzelf mee hebben willen vergelijken. En kennelijk zijn de gemiddelde abonnees niet bereid om dat te betalen. En als je dan kijkt naar Netflix en Disney Plus, ja, die hebben het grootste gedeelte van de markt. Ja, en zij zijn nog bezig om marktaandeel te winnen. Ondertussen hebben ze ook al een keer de prijs moeten verhogen. En die prijs die loog er al niet om. Toen Viaplay werd geïntroduceerd in Nederland, waren er al mensen die zeiden, nou, dit is wel ongeveer de bovenkant. Ja. Hoe doe je dat? Je ziet dat je, om het allemaal terug te verdienen, nou eenmaal ook serieuze abonnementsgelden moet vragen. En tegelijkertijd ben je nog bezig om die markt te veroveren. Ja, dat is een tamelijk uitzichtloze positie natuurlijk. En het enige wat je kan doen is denk ik wat ze nu gedaan hebben, naar buiten gaan en zeggen, jongens, we gaan dit niet halen. De koersen gaan omlaag, je schrijft alles af. Nou, de koersen gaan behoorlijk omlaag, ja. Harm-Jan, is dat nog iets om toch, ook al calculeer je het misschien in, want je komt niet met de beste boodschap, maar je verliest wel op één dag, ik dacht, 60%. Ja, kan gebeuren. Nou ja, dat zie je natuurlijk van tevoren aankomen. Als je juist in deze sector, waar voortdurend geld bij moet, daar drijft het op verwachtingen. Als die verwachtingen niet worden waargemaakt, ja, dan krijg je een grote tik. En de beurs versnelt natuurlijk zichzelf als eenmaal die richting wordt ingezet naar beneden. Ja, maar dan zou je zeggen, oké, maandag komt dat nieuws naar buiten, dan is die grote tik daar, dan gaat de 60% af. Ja. Dan wordt er op dezelfde dag, meen ik, een andere topman aangesteld met ook een verleden bij het bedrijf. Ja. Maar ik heb nog even gekeken, op dinsdag of woensdag, donderdag, de dag waarop we nu leven, die koers is nog niet hersteld. Die eilt een beetje na. Ja, maar zou dat ook niet te maken hebben met het feit dat als je leest hoe het gekomen is, wat daar gebeurd is, dat er ook niet echt zicht is op een snel herstel? Volgens mij moet je gewoon constateren dat die markt verzadigd is, dat wij in Europa helemaal geen behoefte hebben aan deze partij. Dat we kennelijk via Ziggo of nog iets anders naar die Formule 1 kunnen kijken voor een beetje extra betalen voor ons abonnement. Ja, dan houdt het een beetje op. Wat zou jij nu dan, want ja, die plicht heb je uiteindelijk wel, denk ik, als bedrijf aan vooruitzichten willen schetsen. Want maandag kwam dus de onheilstijding. Nou, het valt allemaal tegen, maar ze hebben wel gezegd, over een maandje dan hebben wij de boel weer een beetje op de rit. Dan kunnen we ook iets meer zeggen over wat wij dan van de toekomst verwachten. Moet je daar nog iets over zeggen, als misschien het scenario eigenlijk tamelijk somber is? Ja, dat kan ik niet inschatten, maar als je ziet wat er van dat EBITDA gekomen is ten opzichte van wat ze voor ogen hadden, dan denk ik dat je toch op zijn minst zou moeten kijken, wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat we in elk geval die kostenbesparingen echt gaan realiseren. Maar dan moet je ook een uitzicht hebben dat die omzet minus kosten iets op gaat leveren. En ik denk dat je in een zodanige markt nu zit dat er voor deze partij misschien de ruimte niet is die ze zelf voor ogen hadden.
Nou ja, één ding wat je in ieder geval moet doen, is niet informatie achterhouden. Je moet nu gewoon echt alles vertellen wat je weet. Ook als je zegt het wordt heel slecht, kan je beter nu vertellen dat het heel slecht wordt dan dat je dat over een paar weken doet. Ja, het is beursgenoteerd ook, hè? Dus het moet wel. Ja, het moet wel. Ja. Dus dan krijg je alle aandeelhouders achter je aan met nog een schadeclaim. Dus in zekere zin is het heel makkelijk. Je moet gewoon het sombere bericht zo snel mogelijk naar buiten. We manoeuvreren als waren wij coureurs in de Formule 1-auto zomaar naar KLM. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.